Dit is Project Money. Dat is Thomas, ik ben Rick en vorige week hebben jullie kunnen zien dat we aan de hand van statiegeld en decemberkalenders ons eerste geld hebben verdiend. En vandaag proberen we geld te verdienen door dit potje tomatenpuree te ruilen voor iets groters wat hopelijk veel geld op kan leveren. Let's go! Een loodgieter uit New York is maandenlang stinkend rijk geweest zonder dat hij dat zelf in de hand had. Nee, als je vandaag een bitcoin koopt voor $10.000, dan doe je dat omdat je hoopt dat er morgen iemand is die de $11.000 kan geven. Er zijn bepaalde announcements en updates die er soms komen. Oké. Dan zetten we hem hier neer. Oké. Jij begint. Kwartje. Oh. Doe ik nou? Wat doe je? Het raam gaat naar beneden. Dat doe je altijd als de deur open gaat. Echt? Ja. Waarom? Anders kan de deur niet open. Serieus? Ja. Kijk. Huh? Oh, wat grappig. Wat doe ik nou? Nou, we zijn dus in Dalfsen. We hebben dit blikje tomatenpuree. En die gaan we dus proberen te ruilen. Ergens. Nou ja, laten we dan hier maar gelijk als eerst aanbellen. Dan zien we het wel. Er hangt ook een briefje bij van de post. We hebben u gemist. Hey. Hallo. Wij zijn bezig met een ruilspelletje om zoveel mogelijk geld te verdienen. Ja. Heeft u iets misschien om te ruilen voor een blikje tomatenpuree? Oeh. Even kijken. Ja, is goed. Nou, daar doen we het voor. Ja. Ja. Okay, hey, super. Die voor u. Succes. Dankjewel, hè. Fijne dag. Hoi. Gauw meer waard dan 18 cent, of niet? Precies. Of zullen we het anders gelijk gewoon opeten? Oh, lekker. Nou, waar gaan we nu eens heen? Op naar het volgende huis. Hij duurde wel trouwens wel heel lang over om een zakje chips te vinden. Man, ik ben al 10 minuten aan het filmen. Als we doorgaan, dan staan we hier vannacht nog. Chips kopen! Hallo? Ik heb chippies. Hoi. Voor een programma zijn we bezig met een ruilspel om zoveel mogelijk geld te verdienen. Ja. Kunt u even iets om te ruilen voor een zak chips? Ja. Kijk. Ah, helemaal top. Krijgt u die van mij? Ja. Super. Ja, dankjewel. Dankjewel, hè. Hoi. Leuke bel. Heeft u iets om te ruilen tegen mussel? Geen interesse? Oké. Okay. We vroegen ons af, heeft u misschien iets te ruilen voor dit? Nee. Dat iets meer waard is? Nee? Oké. Okay. Dankjewel. Fijne dag. Heeft u iets om te ruilen tegen muesli? Nee. Allebei op dieet. Oh. Dus. Nee, dan houdt het op. Ja, helaas. Sorry, maar ja. Heeft u misschien iets te ruilen voor muesli? Nee, raar. Nee? Oké, fijne dag. Heeft u iets wat u kunt ruilen tegen muesli? Als het programma ben je bezig. Voor internet is dat. Ja, om zoveel mogelijk geld te verdienen. Binnen een jaar. Nee, sorry. Nee? Nee, dankjewel. Oké. Okay. Ja? Voor niet uit. Helaas, mensen in Dalfsen zijn niet echt vrijgevig. Dus we gaan ergens anders heen.
Het ruilen is niet helemaal zoals gepland gegaan. De mensen in Dalfsen die waren niet echt vrijgevig. Dus we zijn geëindigd in een kringloopwinkel. En daar hebben we, jawel, twee mooie koffiemokken gekregen. En bij elkaar is dat 20 cent waard. En onze tomatenpuree was 18 cent. Dus we hebben 2 cent winst gemaakt met het ruilspel, wat niet echt een succes was. Maar wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd. Daarnaast hebben we van de week nog een klein freelance opdrachtje gedaan. En daarmee hebben we verdiend, wel geteld, 10 euro, 20 euro, 40 euro, 60 euro. Toch weer mooi meegenomen. Helemaal top. En we gaan kijken of we kunnen investeren in een bitcoin. Pak jij dat geld even? Oh. Litecoin staat op 124 euro ongeveer nu. Dus, ja. Betalen maar. Even de portemonnee erbij pakken. Hatsflats. En betaal. Oh. Ik moet accepteren om door te gaan. Oké. En betaal. Haha, en dit krijgen we lekker niet te zien. In deze aflevering hebben we de 60 euro verdiend. En we hebben 50 euro geïnvesteerd in de Litecoin. En dit is wat we in totaal verdiend hebben. Vond je dit nou een leuke video? Laat dan een blauw duimpje achter en vergeet je vooral niet te abonneren. En heb je nog tips aan hoe wij aan geld moeten komen? Laat het dan even vooral weten in de reacties hier beneden. Tot volgende week. Hoi.